Goedemorgen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe mijn uitgebreide ochtendroutine eruit ziet. Ik word wakker, slofjes aan en op naar de badkamer. Zo zie ik eruit als ik wakker word. Erg charmant. Nu nog in pyjama, maar we springen onder de douche om fris en fruitig te worden. Ik doe mijn haar even in een knot. Ik wilde eigenlijk deze douchegel gebruiken, maar ik zag dat die bijna op was. Dus ik heb alvast een nieuwe gepakt met lekkere lavendelgeur. Even een snelle douche en dan mijn workoutkleding aan, want ik besloot om yoga te doen deze ochtend. Om mijn huid nog even te hydrateren gebruik ik vitamine E-olie van de Body Shop. En ik drink alvast een groot glas water. Ik rol mijn mat uit op de woonkamervloer. En ik zet alvast de waterkoker aan, zodat ik na yoga thee kan drinken. Ik doe op dit moment een yogaroutine van dit meisje. Het is een korte yogaroutine, dus soms kies ik voor een wat langere. Maar ik vind hem super fijn en ze is ook heel erg fijn om naar te luisteren. Het is maar 10 minuutjes, maar het maakt echt veel verschil voor je dag. Zoals ik al zei, ik drink een kopje thee en ik kies voor een Zen thee van Clipper. En dan ga ik ook aan de slag met de rest van mijn ontbijt. Ik besloot om een smoothie te maken aangezien ik toch veel tijd had. En daarin deed ik bananen, amandelen, een paar dadels en ook wat van dit groene poeder waar ik het al eerder over had. I know, het ziet er smerig uit, maar het valt echt mee. Ook deed ik er wat rijstmelk met vanille smaak in. Deze smoothie heeft eigenlijk alles om echt heel fris je dag mee te beginnen en om je ook best wel sterk te voelen voor de rest van de dag. Ik weet het, guys. Ik vond het er zelf ook verschrikkelijk uitzien. Naast de smoothie eet ik 2 haverwafels met wat patiran. En daarbovenop doe ik wat overgebleven salade van de dag ervoor. Toen ik de smoothie proefde, had ik door dat het niet zo erg was als dat het eruit zag. Alsnog niet de lekkerste smoothie die je kan krijgen, maar laten we maar zeggen dat het gewoon heel gezond is. De keuken moet natuurlijk ook even opgeruimd worden. En dan is het tijd voor make-up. Ik draag tegenwoordig niet mega veel make-up meer, maar toch wel een beetje. Ik hydrateer mijn huid eerst met Weleda Skin Food. En nu gebruik ik deze BB cream van de Body Shop om mijn huid wat egaler te maken. Dit doe ik eigenlijk alleen omdat mijn huid nog wel eens rood kan worden. En dit neutraliseert alles mooi. Nu gebruik ik een transparante poeder van Catrice om het geheel wat matter te maken. Ik gebruik een bronzer van Ice Lips Face om mijn gezicht wat meer diepte te geven. En mijn Dip Brow van Anastasia om mijn wenkbrauwen in te kleuren. Dit is echt mijn favoriete product ever. Ik kam ze eventjes door. En dan breng ik deze oogschaduwbasis van Catrice aan op mijn oogleden. Ik gebruik een oogschaduw van Kiko en die breng ik gewoon met mijn vingers aan. En vervolgens blend ik die mooi met een blendingkwast. Nu pak ik het Naked Smoky palet van Urban Decay en pak ik deze kleur. En die breng ik met de blendingkwast aan onder mijn wenkbrauwen en in mijn ooghoeken. Tot slot mijn favoriete mascara, de Jet Lash van Catrice. Die breng ik op mijn bovenste en op mijn onderste wimpers aan. Ik wilde eens een keertje proberen om mijn make-up te doen zonder eyeliner, maar hier kwam ik erachter dat ik het toch niet leuk vond. Dus ook eyeliner moest erop. Deze is van Kiko. Ik maak een mooie wing en dan is mijn make-up klaar. Nu is het tijd voor mijn haar, dat het bijna niet uit mijn knot komt.
Eigenlijk gebruik ik alleen een beetje droog shampoo. Ik gebruik deze voor donker haar, omdat ik donker haar heb. Dat spuit ik er op allemaal plekjes in. Eventjes doorwoelen met mijn handen. Dan nog kammen. En als het dan helemaal uitgekamd is, dan zit het prima. En dan is dat mijn look voor de dag. Het irriteerde me enorm dat mijn nagellak zo was gechipt, dus dat moest er eventjes af. Ik kon het niet laten om een klein beetje ukulele te spelen. En toen was het tijd om mijn outfit voor de dag uit te zoeken. Ik hoefde nergens spannends naartoe, dus het werd iets simpels. Een shirt van New Look, een broek van Boohoo en een ring van Beautiful Bijou. Ik vind dit shirt heel leuk, want hij is vrij simpel, maar door die zwierige onderkant is hij toch heel vrouwelijk. Nog even mijn favoriete parfum op, Red Musk van de Body Shop. En dan zijn we klaar. Dit is mijn ochtendroutine. Een half hartje voor jullie, omdat ik in mijn andere hand camera had. En bedankt voor het kijken. Tot morgen!